Ben je op zoek naar een site voor jouw FIFA coins? Check dan www.justfifacoins.nl in de beschrijving. En gebruik die code Matti. Alles in hoofdletters voor 5% korting. Yo mensen, ik ben Matti en yes, packs openen. Het is altijd leuk. Helemaal als je voor 1 miljoen aan de 1 miljoen aan packs gaat openen. Het team of the week is weer op een redelijk niveau, omdat alle competities weer begonnen zijn. Dus ook in de leuke competities is er weer een inform te halen. Dus let's go, we gaan zien wie ik ga packen. De winkel is momenteel niet beschikbaar. Dat is fucking dom. Dat is hetzelfde als dat de supermarkt gewoon open is en je loopt er binnen en zeggen: de winkel is momenteel niet beschikbaar. En dat ze vervolgens niet zeggen waarom of zo, hè. 15k packs. Oh, leuk. Leuk, joh. Hey, Qualiarella's van Torino. Dat wist ik niet, jongen. Nossa. Wow, dit is echt oude herinneringen, jongen. Dat liedje nog cool was of zo. Oh ja, mogen duidelijk zijn. Vanaf nu ga ik niet elke pack meer laten zien, natuurlijk. Swinkels! Fernando! Een transfer speler. Joepie de poepie. Oh my god, deze pack was zo kut. Peter Bos, wat vind jij ervan? Ik ben gewoon pislink, ja. Kwaad, boos. Juist. Holy, yes! Haha! Info Marie! Yes! Oeh! Yes! Wat een hoofd! Bille Nielsen G! Oké. Wow! Hoe laat is het eigenlijk? Oh! Tijd voor een inform. Ik ga nu een shitload aan 7,5k packs openen, ondanks dat ik dingen haat. Maar let's do this. Transferred Alex, wat een kast. Ah, flikker met die triggers. Ik zweer het, hou je bek. Ja, deze flikker heb ook een nieuwe club gevonden. Klootzak. Door jou lagen we er bijna uit, vieze flikker. Ik bedoel, hij stond precies waar de bal geschoten werd en hij kwam tegen zijn hoofd en hij vliegt tegen de paal. En Stefan de Vrij scoort niet. Die wiskundige vergelijking is best wel lastig. Dus ik denk dat het hem niet gaat worden deze keer. Nou kom ik toch achter elkaar wel dezelfde zooi tegen, hoor. Bewijs maar weer eens hoe shit die 7.500 pakketjes zijn. Sturridge, yes! Het Pace Monster. Yes! Rakitic! Weer een transfer player, dat is nog het leukste. Dat is nog het doel van deze packopening. Lampard. Weer een transfer player die van zijn 900 coins gaat. Joepie. Als ik Ron Jans pack, doe ik een 500k giveaway. Als ik Ron Jans pack, dan is het een pack-opening. Jesus Navas. Zo, dat klonk gay. Ha. Yes! Jesus Navas is in de building. Is nog steeds iemand die voor 5k gaat, dus het pakketje is terugverdiend. Zij is vers. Hey. De Guzman is naar Napoli. Hij heeft een transferkaartje. Pedro, best oké. Hey. Geef me een vorm. PSV Guardado. Oho, linksachter. Holy shit, jongen. Met hem en Inform Yama heb je eigenlijk best een goede links- en rechtsback voor de Eerdivisie. Geef me een vorm. Sanchez, getransferd, joepie! Yay, transfers Ashley Cole, yay! Weet je dat als ik de Ron Jans aan doe, dat ik dan wat goeds krijg? Let op! Hij is 84. Ik denk dat die Ron Jans nog wel een keer gaat werken. Weer een gouden glimmende speler, hè? 4k muntjes. Blijf maar werken, joh. Nog een keer. Als het nu werkt, dan moeten jullie altijd de Ron Jans doen als je een pack gaat openen. Weer is die 2 glimmende gouden. Krijg maar glimmende spelers als je de Ron Jans doet. Zolang ik dit blijf doen, vind ik het niet erg. Dan komt er vanzelf iets goeds. Weer een glimmende speler. Niet normaal. Dit is niet normaal. Ah, alleen Antonia. Rio. Rio. De reden dat ik dat zing is omdat ik Rio Ferdinand pack. Wow. Banaan, bitch. Er is al 700k doorheen gemieterd. 800k al. En de beste is nog steeds de inform die ik na 5 packs kreeg. Song. Zing een song. Zing de Ron Jans wel. Ja joh, Demba Ba, die hoort natuurlijk niet uit packs gehaald te zijn omdat hij in de Turkse league speelt. Sergio Ramos. Boom. 20k. Yes. Give them something nasty. Ja! Yes. De prijs zal wel drastisch gedropt zijn, want gisteren ging hij voor 1 miljoen. Maar dit is de transfer Di Maria. Oh, dit gaan we snel verkopen. Deze gaan we snel verkopen, jongen. Let's go. 300k geboden. 400k geboden. 500k geboden. Holy fuck. 530k. Yes. Yes. 525k. Lijkt me prima, zodat ik ongeveer 500k netto overhoud. Yes. Uit het niets. Uit het niets. Hup, Steven. Huilen klootzak. Nasri. Van geneugde. Wat is dat voor naam, hè? Dit wordt het laatste pakketje totdat we de 1 miljoen coins hebben gehad. Ik maak hem open. Give them something nasty. Tijn Schaars, yes. Nou, dan denk ik dat dit zo ongeveer de video was. Ja, dit is dus de buit van 1 miljoen packs. Rakitic, Navas, Mandzukic, Pedro, Guardado, Mandzukic, Sanchez, Cole, Gessa Rodriguez, Sergio Ramos, de main man, Angel Di Maria. Yes. Die me minimaal nog 400k gaat opleveren als ik hem niet verkoop voor deze prijs. Hummel, Nasri, Fernando, random dude, Traoré, random dude, Alex, random dude, de rechtsback, Sturridge en onze inform Thierry Henry, die ik erop flikken, want I don't care. Super thanks voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter als je nog steeds pack openings cool vindt om te zien. Ik kan gerust volgende week weer 1 miljoen openen. Als jullie dat willen, laat me dat weten door middel van een blauw duimpje. En ja, doei. Ja, en dan nu de eerste winnaar van de giveaway FIFA 15. De eerste winnaar die ik bekend ga maken in deze video is Thijs Wessels. Ik hoop oprecht dat er maar één Thijs Wessels is die naar mijn filmpjes kijkt. Maar de echte Thijs Wessels die gewonnen heeft, heeft een berichtje in zijn YouTube inbox. Dus check hem even, Thijs. En fucking gefeliciteerd, jij wint FIFA 15. Die kreeg je naar je toegestuurd wanneer die uit is. Maar niet getreurd. Er worden nog steeds 2 exemplaren weggegeven de komende 2 video's. En de kans dat je nog een FIFA wint is nog steeds 2 op 12.000. Oftewel 1 op 6.000. Dus ja, deze zonder grappen. Thanks allemaal en ik spreek jullie later. Oh ja. Give them something nasty. Vergeet niet mijn Facebook FIFAlosophy te checken. En mijn site FIFAlosophy.nl. En volg me vooral op Twitter @FIFAlosophy. Ciao.